Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een Ten eerste wil ik iedereen bedanken die de vragenlijst al heeft ingevuld. Ik heb veel feedback al ontvangen. Ik heb al veel gelezen en ik ga deze dus de komende tijd verwerken in mijn video's. Bedankt in ieder geval allemaal. En wil je nou ook het kanaal helpen, wil je ook even ongeveer 10 vragen beantwoorden. Op die manier weet ik wat jullie graag willen zien, wie de kijker is. Kan ik mijn content beter afstemmen op jullie wensen? Ik zal daarvoor een link plaatsen onder deze video. Maar in deze video gaan we dus weer kijken naar een, nieuwe, een nieuw interessant aandeel. Het is weer een nieuwe maand, dus weer een nieuwe video in deze serie. Het is een aandeel dat ik al een week of twee weken aan het bekijken ben. Ik ben wat onderzoek aan het doen. Hij staat in ieder geval op mijn lijstje. ...en ik wil hem mogelijk toe gaan voegen aan mijn eigen portfolio... Er ...zijn nog een paar dingen die ik zelf wil onderzoeken voordat ik dat ga doen. Het is dus ook geen beleggingsadvies... ...maar het is juist dat ik jullie wil laten zien, mee wil nemen in mijn proces... ...en mogelijk kun je daar zelf ook iets van leren. En het aandeel wat ik deze maand wil gaan behandelen is Pulte Group... ...met tickersymbool PHM. Pulte Group is opgericht in 1950 in Amerika... ...en heeft sinds die tijd bijna 750.000 huizen opgeleverd in Amerika... Het is inmiddels ook de op twee na grootste huizenbouwer van Amerika en actief in meer dan 40 steden. Nou, Poolte Group is zelf actief onder verschillende merknamen. Denk bijvoorbeeld aan Santex voor de beginners op de woningmarkt. Poolte Homes voor de doorstromers die op zoek zijn naar wat meer luxe. Of via het merk Divos, dat, dat vooral juist gericht is op ouderen. Bekijken we het aandeel via mijn aandelen-checklist. Dan zien we een score van 93. Dat is best wel een goede score. We zien dat de koers nu ongeveer 55 dollar is en dat het een beurswaarde van iets meer dan 14 miljard heeft. De PE-ratio ligt op dit moment op 8,6. Heel erg goed. Ook de forward PE ziet er heel erg goed uit. Tevens ook de PEG-ratio. Gaan we kijken naar de winstgevendheid. Die is met 13% beter dan de 10% die we zoeken. De return on assets is ook beter, zelfs met 14%. En return on invested capital ligt op 22%. Hoe heeft het bedrijf het de laatste jaren gedaan? Kijken we naar de omzet. Die is met 44% gestegen van 7,6 miljard naar inmiddels 11 miljard een jaar geleden. De netto-winst is met 133% gestegen van 600 miljoen naar 1,4 miljard. En de free cashflow. Daar zien we denk ik wel een vertekend beeld, omdat het in het begin nog heel erg laag was. Maar we zien in ieder geval de jaren, de laatste paar jaar, telkens boven een miljard of zelfs al richting de 2 miljard gaan. Dus voldoende free cashflow in het bedrijf, altijd heel belangrijk. Gaan we kijken naar de schuldposities. Dan hebben ze, uh, de bezittingen op dit moment zijn stukken minder dan de schulden die ze hebben. En ook op de lange termijn is dus ook dat is positief. Kijken we naar een dividend, ze betalen 0, 98% uit, dat is niet zo heel veel. Maar ze hebben in ieder geval voldoende free cashflow om het ook uit te betalen. En het aantal aandelen, dat is de laatste vijf jaar afgenomen met 21%. Dus niet alleen het gaat goed met het bedrijf, het koopt ook regelmatig eigen aandelen terug in. Waardoor eigenlijk de aandeelhouders daar ook nog een rendement uit halen. En we zien inmiddels een koerswaardering rond de 70 dollar, dus er is ook nog eens bijna 30% upside. Zien we hier ook een beetje de samenvatting van het aandeel. Waarom komen we op die 93, wat die eigenlijk overal een punt op scoort, behalve op het punt van price to fair value. Daar is het boven de 1 en dat zoeken we eigenlijk onder de 1. Maar op alle andere punten ziet het dus best wel positief uit. En dat is een van de redenen waarom het aandeel bij mij naar voren kwam en waarom ik het juist verder wil bekijken. En wil je nu zelf ook beginnen met beleggen, dan heb ik een paar brokers die mogelijk bij je passen. Ten eerste de Giro, de broker die ik zelf gebruik voor de meeste van mijn aandelen en waar ik beleg voor de lange termijn. De Giro heeft op dit moment trouwens een actie waarbij je 50 euro transactiekosten die je maakt terug kunt krijgen. Denk ook aan Itoro, een broker die ik juist interessant vind als je wat meer wilt handelen met aandelen op de korte termijn. Of Bug Zero. Dat is eigenlijk voor als je helemaal nieuw bent. en vooral kennis wilt maken met, uh, met beleggen. Alles is daar via de app te regelen. En Buxiro heeft op dit moment ook een actie. Je krijgt een gratis aandeel met een waarde van maximaal 200 euro als je een account opent. Dus kijk even welke broker het beste bij jou past, bij welke strategie jij wilt toepassen. Of maak een combinatie van brokers en meld je aan via de links die ik heb geplaatst onder deze video. Op die manier help je ook het kanaal, dus dat wordt altijd gewaardeerd. Gaan we weer terug naar Poolty Group en dan naar de laatste kwartaalcijfers. Die zijn van het tweede kwartaal van dit jaar. Kijken naar enkele hoogtepunten, dan zien we dat ze 28% meer orders hebben. Ook de marge is verbeterd de laatste jaar. Of ja, eigenlijk het laatste kwartaal ten opzichte van het jaar daarvoor. Inmiddels is de marge 26,6%. En kijken naar het orderboek, daar staan inmiddels meer dan 20.000 huizen in die ze nog dus moeten gaan bouwen. Waar mensen willen dat ze gebouwd worden. En die, huizen hebben, die opdrachten hebben een waarde van bijna 10 miljard dollar. En we zien ook dat ze een overeenkomst hebben om juist nieuwe kleinere huizen gaan bouwen. Die worden gebruikt voor de verhuur. En ook die opdracht dat gaat om duizenden huizen in de komende jaren. Belangrijk als je trouwens huizen wilt gaan bouwen, dat er bouwgrond is natuurlijk. En die bouwgrond die is flink toegenomen bij Pulti Group. Zo hebben ze meer dan 200.000 zogenaamde lots onder controle. Dat wil zeggen eigenlijk uh, ja, gewoon bouwplekken waar een huis kan komen. En die 200.000, daar zien we dat eigenlijk de helft daarvan in eigen, in eigen eigendom al is, in eigen beheer al is. En bij de andere helft dat ze daar een optie op hebben. Dus we zien dat poultry group het erg goed doet de afgelopen tijd en waarschijnlijk ook de komende tijd wel. We zien dat eigenlijk in Amerika een beetje hetzelfde gebeuren als in Nederland. De rente is gewoon heel relatief laag, dus het is heel erg interessant om een hypotheek af te sluiten om een huis te kopen. Daardoor gaan ook nog eens de prijzen erg hard omhoog. Dus het is mooi dat deze huizen voor een grotere prijs of een hogere prijs verkocht kunnen worden. Dat helpt natuurlijk de marge. Het is natuurlijk wel zo dat grondstofprijzen door de coronacrisis eigenlijk wat duurder zijn geworden. Dat lijkt nu weer een beetje af te nemen, maar in ieder geval de prijzen die er waren, daar kon je van profiteren als je goede inkoopprijzen had. Maar als er een verhoging was, kon je hem waarschijnlijk ook doorbelasten omdat iedereen nou eigenlijk accepteert dat deze prijzen juist zijn geworden en iedereen toch wel een huis wil. En we zagen het ook daar dat uh, kleine huizen steeds populairder worden. Steeds meer mensen willen op zichzelf gaan wonen of gaan juist ja, een eigen huis kopen. Dus ook daar is de markt wel weer best ja, oververhit. Misschien nog niet de toestanden zoals hier in Nederland is. Maar het is in ieder geval wel wereldwijd dat je dit ziet gebeuren. Laten we dan gaan kijken naar de waarderingen en de koersdoelen. Ten eerste de waarderingen. Ik heb dit keer iets anders gedaan. Ik heb juist verschillende scenario's uitgewerkt. Dat zie je vaak ook op tv met een bear case, een base case en een bull case. Zodat je eigenlijk verschillende scenario's, verschillende omstandigheden, dat je daar een uh, waardering bij krijgt. In dit overzicht zien we links het verleden van de laatste 10 jaar, 5 jaar of het afgelopen jaar. En rechts zien we dan mijn aannames voor de verschillende waarderingen. Dus bij de bear case zien we eigenlijk de dingen als het zeg maar doorgaat aan de onderkant van wat ze hebben gedaan de afgelopen jaren. De base case is zeg maar de gemiddeldes van de afgelopen jaren, dat die ook in de komende jaren worden bereikt. En bij de boolcase gaan we wat hoger zitten. Die wat hogere percentage die we hebben gezien. Ja, die passen we dan toe op de berekeningen. Nou, dan zien we dat alleen bij de DCF-waardering in de bear case... dat deze lager ligt dan de huidige koers. En dat bij alle andere waarderingen, zeker die dus van de base, maar zeker dus ook van de boolcase, dat je eigenlijk voldoende upside ziet voor een mooi rendement. Kijken we naar de koersdoelen. Nou, de koersdoelen zien we ten eerste bij TipRank, zien we vier analisten. En zij hebben een koersdoel van net boven de 70 dollar, oftewel 30% upside. En dat beeld zien we eigenlijk ook terugkomen bij Seeking Alpha. Want daar hebben we eigenlijk hetzelfde koersdoel, maar dan op basis van 15 analisten... Dus zelfs met deze koersdoelen die iets onder onze base case liggen, zie dat als nog mogelijk is om mooie rendementen te maken. Het is wel belangrijk om nog wat extra onderzoek te doen. Dat heb ik zelf ook al aangegeven. Ik vind het interessant, het aandeel. Maar er zijn wel een paar punten waar ik graag nog even wil gaan kijken wat daar aan de hand is, hoe dat is gekomen. En uiteindelijk op basis van wat ik dan tegenkom, kan ik de beslissing nemen of ik het wel interessant vind om te investeren of juist niet. Het eerste punt gaat namelijk om de revenue. Dat is de omzet. En dan zien we hier dat hij eigenlijk vanaf 2011 2012 lag je in de 4 miljard. Toen ging hij in één keer naar 5,6, blijft je een beetje in de 5 hangen. In 2016 schiet je in één keer door naar 7,5 of 7,6 miljard. Dus dat is best wel een sprong. En dan zien we eigenlijk dezelfde sprong hier in één keer 2017-2018, waar het in één keer naar 10 miljard gaat. We zien al dat de cost of revenue, oftewel de kosten van deze omzet, ook toenemen in die jaren. Maar ik ben vooral benieuwd, waardoor komt dat? Is er op dat moment meer gebouwd? Is de vraag hoger of zijn de prijzen hoger geweest? Gewoon dat ik een beetje een beeld achter deze cijfers heb, dat heb ik nog niet direct kunnen plaatsen. Dus dat was het eerste punt dat ik nog wil gaan kijken. En het tweede punt is eigenlijk wat we hier zien, de profit margin, oftewel hier onderaan de net profit margin. Die zien we dat die hier vaak, hier was hij nog negatief 2011, zou kunnen vanuit de vorige crisis dan zien we hem hier op 4 procent. Hier zien we 46 procent. Maar dat komt door een, uh, een inkoopstekst, Oftewel een, een meevallen met de belasting. Dat is 2 miljard. Dus dat scheelt nogal. Dus die slaan we even over. Maar we zien hier 4 en dan wordt hij in één keer 8 of 5. Dus dat is een beetje de middenmoot. Maar ook daar zien we in één keer verbetering naar 10 procent. Of zelfs 13 procent het afgelopen jaar. Dus eigenlijk hetzelfde geldt. Waarom is hij hier in één keer van 8 naar uiteindelijk 5 en uiteindelijk dus 10? Maar het laatste jaar ook in één keer 13. We zien dat de marges verbeteren. Maar is dat iets structureels? Is dat iets wat we kunnen verwachten dat het zo blijft? Of misschien zelfs verbetert in de toekomst? Dat is dus het tweede punt dat ik nog wil gaan kijken. En het aandeel lijkt dus heel erg interessant gewaardeerd. Dat er voldoende upside is, volgens analisten ook. En ook ons, volgens onze eigen uh, waarderingen. Maar we zien gewoon dat het heel erg laag geprijsd is, niet de koers, maar wel de waardering, de multiple, de PE ratio. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met deze sector dat dat vaker zo is, dat deze sector de laatste tijd ook niet zo heel interessant is geweest sinds de vorige crisis. Maar dat ze nu juist wel weer ja, door deze gekte zeg maar op de woningmarkt dat dat juist wel weer een beetje voor een hype kan zorgen, dus dat zien we niet terug in deze PE multiple. Maar het zou zo kunnen zijn dat het in deze Markt eigenlijk altijd heel erg laag is. Dus het is wel belangrijk dat, ook al ziet het er heel erg interessant uit, dat deze aandelen-checklist die ik heb gemaakt, eigenlijk ja, vraagt dus om meer onderzoek. Zeker die laatste twee punten wil ik nog even gaan bekijken. Mocht ik iets gaan beslissen, kan ik het eventueel ook via mijn Instagram nog delen. Dus mocht je daar interesse in hebben, volg me ook op instagram.com slash een passief inkomen. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video, wil ik, mocht jij de antwoorden hebben op de vragen die ik heb over Pulti Group, laat dat dan weten in de reactie onder deze video. Je kunt dan natuurlijk altijd andere feedback achterlaten of misschien een interessant aandeel wat jij hebt gezien, dat ik dat mogelijk in de volgende video kan behandelen. En vond je het nou een leuke, interessante video, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar bijna niet geabonneerd op het kanaal klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien